Wie is de Mol Recap? Aflevering 2. We begonnen de aflevering een beetje gek, namelijk met een drone-attack. Een zenuwspiraal stond in een loods en het spelterrein was groot. Sarah raakte de stang mokerveel aan, Sander had geen broek meer aan, Jure rende zich helemaal verrot en Vrouwtje kreeg een schok. Helaas, Sarah had pech en ze moest dus ook helaas weg. 90% wat een prestatie en Daniel en Anke hadden een relatie. Kandidaten stapten in busjes, twee groepen lekker knusjes. Foto's maken was de opdracht en deze persoon die moest dat. Everee capitulé en iedereen was oké. Zoe die maakte foto's verkeerd, maar Anke boeide dit niks. Huh? Ik denk dat het een beetje... In plaats van een vogel en vis, raad Nomi dacht dat iedereen het wel wist. Helaas was de foto verkeerd, ja heel jammer toch weer. Wow. Toen een rebus oplosse, helaas was er maar één vakje open. Op de tafel stond een letter, waarschijnlijk van een grote etter. Een discussie. Samen, Sander zei je bent er niet bij. Jure en Soy waren dus zus, dat was wel een goede opdracht dus. Nu ook deze, die is zo, maar we krijgen nog veel foto's. En heel veel andere gestuurd. De tijd was er weer voor de test, maar de resultaten van Vrouwtje waren niet best. Ze zei dat ze niet op Daniel ging en dat was volgens mij niet heel slim.